Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen, boom om met jou. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik heet u van harte welkom bij deze aflevering van The Best Is Yet To Come. U bent op een goede plaats. U bent op het juiste station afgestemd op dit moment. Want het is de tijd waarop ik u mag bemoedigen vanuit het woord van God. En ik kan u zeggen, geliefde kijker en luisteraar, jonge man, jonge dame. Dit woord van God gaat nooit voorbij. Dit woord van God houdt stand tot in alle eeuwigheid. Al het andere is twijfelachtig. Al het andere is wankelend. Maar dit woord van God wankelt nooit. Als wij ons vastklampen aan dit woord. Als wij ons leven bouwen op het woord van God. Dan hebben wij de garantie dat wij op het juiste spoor zijn. Hebben wij garantie dat wij altijd bij de Heere mogen zijn. Dus ik wil u bemoedigen vandaag. Luistert u naar dit woord. Maar wanneer u klaar bent met luisteren, ga het overpeinzen. Ga erover nadenken. Laat het woord zinken vanuit ons hoofd, vanuit ons verstand, naar ons hart. Want daar hoort dat woord thuis. Want daar gaat het vrucht dragen. Geliefde kijkers en luisteraars. Dus ik groet u waar u dan ook bent. Misschien bent u ergens in Nikeri. Misschien bent u ergens in Koroni of Saramaka of Paramaribo of Kamowene, Marowene. Parawanika, Brokopondo, Sipaliwini, waar u dan ook mag zijn. Misschien kijkt u vanuit de gevangenis of vanuit het ziekenhuis, waar u dan ook mag zijn. Misschien bent u in de comfort van uw woonkamer. Ik groet u, ik heet u van harte welkom nogmaals bij deze uitzending van The Best Is Yet To Come. Ik wil u bemoedigen, bemoedig iemand, stuur iemand een WhatsApp of een Facebook bericht van hey, kijk even naar dit station waar we bemoedigd zullen worden vanuit het woord van God. Laten we gelijk erin duiken, ik heb enkele minuten met u en ik wil het zo goed als mogelijk benutten. Laten we bidden. Vader, ik dank u wel voor deze uitzending. Ik bid, Vader, neem mij onder uw controle. Laat de woorden van mijn mond opbouwend zijn voor uw volk. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Ik wil u meenemen naar een bekend schriftgedeelte. Een bekend schriftgedeelte. Een psalm. We houden van deze psalm. En het is niet psalm 23. Het is psalm 91. Ik wil u vandaag bemoedigen, althans ik wil u eraan herinneren dat we leven in een natuurlijke wereld, maar er is een geestelijke realiteit. Er is een geestelijke realiteit waarmee we rekening moeten houden. Sterker nog, ik wil aan u voorleggen dat de geestelijke realiteit, dat eigenlijk de plaats is waar alles zijn oorsprong heeft. Al het zichtbare, alles wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen, heeft zijn oorsprong in het geestelijke. God schiep in den beginne de hemel en de aarde. God zouden wij kunnen noemen de onzichtbare God. Heeft uit het onzichtbare het concrete voortgebracht. Dus ik zou willen stellen dat de geestelijke wereld nog reëler is dan de natuurlijke wereld. Of laat mij het anders stellen. De geestelijke wereld
dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, na ama, na apa van het natuurlijke. Dus ik wil in dat licht, in dat kader, wil ik Psalm 91 met u doornemen. Om u erop te attenderen dat wij niet een strijd strijden die vleeselijk is. We strijden eigenlijk niet tegen vlees en bloed. Trouwens, de Bijbel zegt dat ook. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten en overheden. Soms struggelen we met bepaalde zaken in het natuurlijke. Maar we proberen het op te lossen eerst in het natuurlijke. Terwijl we eigenlijk juist in het geestelijke moeten gaan om daar het antwoord te vinden. En dan merken wij dat wij in het natuurlijke de uitwerking ervan zien. Het is een simpele psalm dat gaat om bescherming en vertrouwen. En ik wil u natuurlijk tegelijkertijd ook bemoedigen daarin. Er staat in Psalm 91: wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Laten we voor een moment dit hierover mediteren. Ik wil u meenemen. Er staat: wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Hier zien we eigenlijk twee plaatsen. En ik wil stellen dat dit niet twee fysieke plaatsen zijn. We kunnen het niet ergens geografisch vastleggen. Maar er bestaat een plaats dat heet de schuilplaats des Allerhoogsten. Er bestaat een plaats dat heet de schaduw des Almachtigen. Is het een fysieke plek? Is het een concrete plek? Heeft het een geografische ligging? Nee, dit is een geestelijke plek dat heel erg reëel is, geliefde kijker en luisteraar. En as a matter of fact wil ik u uitnodigen om uw zetel te nemen in de schaduw of in de schuilplaats des Allerhoogsten. Want daar alleen bent u veilig. Het is niet een plek waarvan we kunnen zeggen, hey, ga daar. Of ga onder die bank. Of ga in die boom. Nee, het is geen fysieke plek. Het is een geestelijke plek. Halleluja. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. En de vraag kunnen we stellen, maar hoe krijgen we toegang tot die plek? Hoe krijgen we toegang tot de schuilplaats des Allerhoogsten? Hoe krijgen we toegang om te vernachten in de schaduw des Almachtigen? Want ik kan u zeggen, in deze tijd van zoveel chaos, in deze tijd van zoveel risico's, in deze tijd van COVID-19 en in deze onzekere tijd van zoveel gevaar dat dreigt, geliefde broeders en zusters, dan wil ik u aanraden om uw zetel te nemen in de schuilplaats des Allerhoogsten en in de schaduw des Almachtigen, want daar alleen zijn wij veilig. We kunnen allerlei maatregelen treffen. En het is goed ook nog. We moeten de maatregelen treffen. Want de Bijbel leert ons dat wij God niet moeten verzoeken. Uno kan shiwa maka en charu ay langa langa gojuku na amaka. Maar we moeten wel een balans hebben. We moeten wel de kennis hebben om te weten van, hey, we dealen met een geestelijke realiteit. Alles is geestelijk. Alles is geestelijk. Er is een geestelijke realiteit waarmee wij rekening moeten houden. We moeten gaan naar de schaduw of de schuilplaats des Almachtigen. En u kunt zich afvragen, maar Guillermo, hoe moeten wij ons toegang verschaffen tot die plaats? In vers 2 staat er: ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, en hier is de sleutel, mijn God, op wie ik vertrouw. Vertrouw. Mijn God op wie ik vertrouw. Wanneer wij op het punt komen, om de Heere te vertrouwen, dan kunnen wij toegang krijgen tot de schuilplaats des Allerhoogsten en tot de schaduw des Almachtigen. Mijn God op wie ik vertrouw. Wat betekent vertrouwen? Vertrouwen wil zeggen dat jij je gehele gewicht loslaat op één persoon.
Vertrouwen wil zeggen dat je eigenlijk blindelings rekent op een persoon. Het is net als een kind die vanuit een hoogte springt om te belanden in de armen van een vader. Dat kind gaat er automatisch ervan uit, mijn vader gaat me niet laten vallen, hij gaat me opvangen en ik vertrouw erop dat wanneer ik spring vanuit deze hoogte, dat ik kom in de armen van mijn vader. Vertrouwen is rekenen op iemand. Eigenlijk bijna onvoorwaardelijk rekenen op iemand. Het is je gehele gewicht, alles laten vallen, je loslaten in de armen van iemand. En ik heb een vraag voor u. Het maakt niet uit hoe lang u geleefd heeft. Misschien heeft u 10 jaar geleefd, 15 jaar, 30 jaar. Sommigen van u die kijken hebben misschien 70 en 80 jaar geleefd. En nu, na zo lang geleefd te hebben, moeten wij wel allemaal weten. We kunnen niet blindelings vertrouwen op vlees en bloed. Ik bedoel dus op mensen. De enige waarop wij blindelings kunnen vertrouwen, is God Almachtig. Vertrouwen. Iemand heeft iets moois gezegd. Het was een broeder in de gemeente, een oudste. Broeder Johan Sordam heeft gezegd. Vrees heeft ervoor gezorgd dat een heel leger niet durfde om op te gaan tegen Goliath. Maar vertrouwen heeft ervoor gezorgd dat één jonge man is opgestaan om de uitdaging aan te gaan om Goliath te verslaan en heeft hem ook verslagen. Vertrouwen. Laten we verder lezen, Psalm 91 vers 3. Want hij is het, sprekende over God, hij is het die u redt van de strik des vogelvangers. Deze psalm is geladen met metaforen die ons eigenlijk een kijkje geven in het geestelijke. Hij zegt, hij is het die u redt van de strik des vogelvangers. De vraag is nu, is er werkelijk een strik van vogelvangers? Het simpele antwoord is ja, u ziet het misschien niet, maar er is een strik van vogelvangers. Want hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Is er een verderfelijke pest? Ja. En hier zegt hij weer in vers 4, met zijn vlerken beschermt hij u. En onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen. En hier zien we dus tegenpool van vertrouwen. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. Voor de pijl die des daags vliegt. Nog weer hier een vraag. Is er een verschrikking van de nacht? Is er een pijl die des daags vliegt om u te vernietigen? Zijn er dreigingen die u zouden willen vernietigen? Dreigingen die u niet ziet misschien met uw ogen? Geliefde broeders en zusters, onderschat dit leven dat wij leven niet. Onderschat de geestelijke realiteit niet. U bent zich misschien niet ervan bewust. Maar er is een verschrikking die van de nacht. Er is een pijl die des daags vliegt om u te vernietigen. Geliefde broeders en zusters, zonder dat u het weet, bent u het doelwit van de vijand. Bent u het doelwit van de vijand. En misschien bent u fysiek beschermd. Maar als u geestelijk niet beschermd bent, bent u een target. Kunt u getroffen worden. Geliefde broeders en zusters, kijker, luisteraar. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Ik ben niet hier om u te zeggen dat er geen dreigingen zijn. Er zijn dreigingen. Ik ben niet hier om u te zeggen dat bijvoorbeeld een COVID-19 geen echte ziekte is. Er zijn dreigingen, er zijn virussen. Trouwens, COVID-19 is niet het enige virus dat gevaarlijk is voor ons als mensen. Er zijn meerdere dreigingen. Maar de oproep is vandaag niet
om het te bagatelliseren. De oproep is niet om te zeggen van hey, het bestaat toch allemaal niet. We kunnen gewoon doen wat we willen. We kunnen overal gaan. Geen maatregelen treffen. Daarover gaat het niet. De oproep is, we moeten ons ervan bewust zijn dat er een geestelijke realiteit is. Er zijn pesten die in de duisternis rondvliegen om ons te verderven. Er zijn pijlen die elke dag, als we enigszins konden zien in het geestelijke wat er gebeurde in het geestelijke klimaat. Als we zouden kunnen zien wat er rondom ons allemaal zich afspeelt, geliefde kijker en luisteraar, zouden we misschien schrikken. In vers 7 staat er, al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. En hier zegt de psalmist, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen. Dit is het woord van God. Hier zijn er beloften die te maken hebben met het feit dat we God vertrouwen. Als we God vertrouwen, volledig vertrouwen. En hem stellen tot onze schutse. Hem stellen tot onze bescherming. Wanneer wij dat doen, dan mogen wij staan op dit woord van God. Dat geen onheil ons zal treffen. En geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. Dat zij u behoeden op al uw wegen. Als u het maar kon zien, zou u zien hoeveel engelen. Als u de Heer vertrouwt. Als u hem stelt tot uw schutse, zou u misschien versteld staan om te zien hoeveel engelen er rondom u zijn. Er is een geestelijke realiteit, geliefde broeders en zusters. Laat me even dit illustreren met een voorbeeld, om u te bewijzen dat er werkelijk een geestelijke realiteit is. U kent wellicht het verhaal van Job. Iedereen kent Job. Job was een man in de Bijbel. Hij was vroom, godvriezend, hij hield van God. En Job was een rijke man. Alles ging goed. Hij had kinderen, hij had een vrouw, hij had een aantal kinderen. En Job stond in hoog aanzien. Als Job ergens kwam, werd hij gerespecteerd. Hij werd met eer behandeld. Want Job was rechtvaardig. De gunst en de genade van God was op Job. Hij was geliefd. Job was een man die opkwam voor de armen en voor de wezen en voor de weduwe. Er staat in de Bijbel dat de zegenwens was in de mond van mensen om Job te zegenen. Nu, het punt dat ik wil maken met dit voorbeeld van Job, is dat er een geestelijke realiteit is. Buiten Job zijn weten om, gebeurde er iets in de geest. Was er een gesprek tussen wat we zouden kunnen noemen tussen twee entiteiten, tussen twee geestelijke entiteiten. Namelijk de Allerhoogste God, de schepper van hemel en aarde, en de vijand, de Satan, de tegenstander. En hij klaagde Job aan bij de Heer, en hij, de Satan dus klaagde Job aan en zei, hey, Job is zo vroom gewoon omdat u hem gezegend heeft, laat me hem slaan, dan gaat u zien dat hij u gaat verlaten. En God heeft ermee ingestemd, en God zei, doe maar, ga je gang. Alleen, je gaat hem niet kunnen doodmaken, maar ga je gang. Hier zien wij dus dat voorheen de Satan niets kon doen tegen Job. Want Job was van alle kanten beschermd. En die bescherming was in het geestelijke. Hoort u mee? Die bescherming was in het geestelijke. Job zijn gezondheid werd bewaakt door een geestelijke bescherming. Job zijn voorspoed werd bewaakt door geestelijke bescherming. Job zijn eer en zijn reputatie en alles wat hij representeerde werd beschermd door in het geestelijke. De natuurlijke bescherming heeft niet kunnen voorkomen dat de Satan hem heeft getackeld. Maar die geestelijke bescherming kon de Satan wel weerhouden. Want pas op het moment toen God zei, ga je gang, tackle hem. Je kan zijn leven wel niet nemen, maar tackle hem maar. We zullen zien wat Job gaat doen. Op het moment dat die bescherming, die geestelijke bescherming er niet was, gebeurde er van alles en nog wat met Job. Het was een ellende op een ellende. Alles gebeurde. U kunt het verhaal zelf lezen.
mislukking, pech. Zijn kinderen gingen dood. Er gebeurde van alles en nog wat. Job werd aangevallen. Waarom? Omdat in het geestelijke er iets is gebeurd buiten Job's weten om. Was er een conversatie dat ervoor heeft gezorgd dat de duivel toegang heeft gehad om Job te slaan. En om heel wat ellende te brengen op zijn leven. Wat wil ik hiermee zeggen? Er is een geestelijke realiteit. Job was waarschijnlijk fysiek goed beschermd. Want hij was een rijke man. Maar geestelijk, die geestelijke bescherming was bepalend voor Job zijn voorspoed, voor Job zijn gezondheid, zijn kinderen. Die geestelijke bescherming, die geestelijke realiteit was bepalend. Toen dat weggenomen werd, was het ellende op ellende op ellende op ellende. Wat wil ik u zeggen met deze boodschap? Ik wil u simpel zeggen, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Ik wil u simpel zeggen, geliefde kijker en luisteraar, dit leven dat wij leven is geestelijk. Fysiek kunnen we alles in place hebben, maar met ons vertrouwen op de Almachtige God, dat blindelings vertrouwen op Hem, kunnen wij vernachten in de schaduw des Almachtigen. Kunnen wij zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste. En er is geen betere plaats om te zijn. Ik zeg het u, er is geen betere plaats om te zijn dan in de schuilplaats van de Almachtige God. Want wanneer wij beschermd zijn door de Almachtige God, wie kan tegen ons zijn? Wie kan tegen ons zijn? Er is een geestelijke realiteit waarmee wij rekening moeten houden. En ik wil u bemoedigen, ook in deze tijd, laten wij de Heer als nooit tevoren vertrouwen. Laten wij ons vertrouwen op Hem richten. Niet op mensen, niet op autoriteiten. Ja, we moeten ze respecteren. Ja, ze zijn geplaatst door God. Ja, ze zijn geplaatst door God en we houden ze in aanzien. We houden ze, we bidden voor ze. Maar we kunnen niet vertrouwen op vlees en bloed. Er is een tekst, een toffe tekst dat zegt, vervloekt is de mens die op vlees en bloed vertrouwt. Maar wanneer wij op de Heer vertrouwen, zullen er misschien aanvallen komen, maar we zijn beschermd. Er zullen misschien tegenslagen komen, maar we zijn beschermd. En ik wil u uitnodigen vandaag om te vertrouwen op God, door dat vertrouwen te zijn in de schuilplaats des Almachtigen. Want daar bent u veilig. Natuurlijk is de oproep ook, hou je aan de fysieke regels. Hou je aan de fysieke maatregelen. Maar vergeet niet dat al die fysieke maatregelen gelimiteerd zijn om u die volledige bescherming te bieden. Gelimiteerd. Maar wanneer wij God hebben als onze toevlucht, dan kan al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Geliefde kijkers en luisteraars, ik wilde u bemoedigen met dit woord, Psalm 91. Lees dit hoofdstuk thuis. Mediteer erover. Mediteer erover. Lees het, herlees het. En haal eruit wat u nodig heeft. En proclameer dit woord van God. Proclameer het woord van God. Halleluja. Ik wil hiermee afsluiten, geliefde kijkers en luisteraars. Als u de Heer Jezus Christus nog nooit heeft aangenomen, u kijkt naar deze uitzending en u kijkt voor het eerst, of misschien heeft u een paar keer gekeken, maar u heeft nooit het besluit genomen om Jezus aan te nemen in uw hart. U heeft nooit gezegd, Heer, kom in mijn hart, vergeef me van al mijn zonden, ik wil voor u leven. Als u dat nog nooit heeft gedaan, wil ik u uitnodigen. Dit is een keuze die we maken. Het is een keuze of voor het eeuwige leven of voor de eeuwige verdoemenis. Wanneer wij Hem hebben aangenomen, dan zijn we kinderen van God, zegt de Bijbel ons. Hun die in zijn naam geloven. Dus als u dat nog nooit heeft gedaan, wil ik u bemoedigen. Neem een eerbiedige houding aan en zeg me na. Maar zeg me na alsof u het zelf bidt. Amen. Dus zeg me even na. Zeg, Heer Jezus, ik kom tot u.
vergeef mij van al mijn zonden. Was mij schoon met uw bloed. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Ik neem u aan als mijn redder en verlosser. Ik beleid, u bent Heer. En ik geloof dat u bestaat en dat u gekomen bent om voor mijn zonde te sterven. Ik geef mijn leven aan u vandaag. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u feliciteren als u dat gedaan heeft. En zoek een gemeente op. Ik nodig u uit om te komen naar gemeente Logos International. Zeker als dat makkelijk is voor u. Kom naar de gemeente. Word onderwezen en opgebouwd vanuit het woord van God. En groei in het geestelijke. Zodat wij steeds bewuster kunnen worden van de geestelijke realiteit. Ik zegen u. Ik wens u God zegen toe. Laat de Heere u behoeden. Laat de Heere u beschermen. En laat de Heere zijn gunst op uw leven zijn. Wees gezegend. En ik proclameer aan het einde van deze uitzending. Het beste van uw leven is niet achter u. Maar het is voor u. Your best is yet to come. God bless you. My best.